razendsnelle bolides en messcherpe bestuurders. Het gaat er vandaag stevig aan toe tijdens de internationale slotrace in Zwaanshoek. Ook de uitzinnige fans krijgen waar voor hun geld. Het geheim is dat je in de baan blijft en dan hoef je niet een supersnelle ronde te rijden. Maar in de baan blijven is al 35% van de overwinning. 1 of 2 bandenwissels? Nou, deze keer doen we geen bandenwissels alleen als het nodig is. Ja, je krijgt hier geen lekke band, maar je kan wel eens een wiel verliezen. Het is dus geen gewone race, maar een slotrace. Een wedstrijd met kleine bestuurbare autootjes. Sommige deelnemers zijn zelfs uit Zwitserland afgereisd. Nou, het is still a fight between Jan-Jaap en Bart. Alwin. Het is heel spannend, hè? Je kunt het zien. Ik weet niet of je het op de camera kunt zien. Maar er zitten sowieso 2 in dezelfde ronde. En de derde die haakt toch wel behoorlijk aan. We krijgen nu wisseling van de wacht. Met qua banen, dus het wordt spannend. Sportiviteit is echter heel belangrijk bij het slotracen. Wanneer je niet aan de beurt bent, word je ingezet als marshal. Om als de auto's uit de bocht vliegen, dat je hem dan weer netjes terugzet, dat ze snel verder kunnen. Maar dat zijn je concurrenten. Ja, eerlijk gezegd, hoort bij het spelletje. En ik wil wel op een eerlijke manier winnen. Nou, ik heb een perfecte tweede helft gehad, want ik heb iedereen in weten te halen, dus ik ben als eerste geëindigd in de heat. Je bent een echte kampioen. Nou, ik ben nog niet echt een kampioen, maar het gaat wel goed. Of Bart ook eerste eindigt, is nog de vraag. De coureurs gaan nog tot 10 uur vanavond door.